mensen, heb je ooit gehuurd van Bokes Kook? Met ooit is een vreugde en er zit botermelk in. Maar het is ook een driekoppig bandje. Bestaat uit zangers uit Nienum en die treien vanavond op het Café Lot. Hartstikke gezellig. Kom maar kijken. Het is toch een beetje vreugde te zien, maar wie is het met de kale van Skribbels? Dat is wel een geweldig festijn, echt was. Wel geweldig. Vooral met Tony neer, ik, hè? Ja. We zijn collega's, maar we zijn al jaren bezig met carnavalsgebeuren nummer op. En we schreven altijd in het vuilseizoen naar hele leuke liedjes. En dit doet zich dan weer goed. Niet omdat de bovenmik in die hele gebeuren zit. Maar ik vind het wel heel leuk. Chatsie, zeg maar een foto. Ik zal u niet langer sturen, veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Ja. Van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent met tranen die waar. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jou van binnen. Soms word ik er van verdriet, maar tranen die gun ik jou. In carnaval skribbelt. Ja, wat denk je zelf? Ik bedoel, als hij steeds en toen ga je toch met verwachting in zo'n avond en als er de zuurste wat er dan gaat gebeuren en wie de mensen dan loskomen eigenlijk dreigen al het begin van de avond, dan krijg je er gewoon koord van. Geweldig. Ja, dat is nu de mensen niet als gewoon dorpen. Ja, wat hebben we? Zo'n 50 in hoe alsof ze gaat. En ja, het leeft gewoon in zo'n klein dorp. En dat is nu hem altijd sterk in geweest. En wij proberen dan als Bokes Kook nu hem ook heel erg te promoten. Wat is Bokes Kook? Mensen, dat is cultuur. Pak ik allemaal in een Airbnb en maak er zoeken van. Dat moet Limburg zo leuk, hè. Als we allemaal dit is, natuurlijk is het werk. Hè? Maar dat is Bokes Kook. We proberen het proberen. Get van te maken. Gewoon voor de vastelavond, maar ook de boete. Gewoon zo leuk om te doen. Wat is het geheime ingrediënt van Bokes Kook? Ik verstoor hem even niet, sorry. Wat is het geheime ingrediënt van Bokes Kook? Nee, precies. Maar dan zou ik naar het begin van onze dingen moeten luisteren. Naar de intro. Want heel precies weet ik niet. Maar dan hebben we de bekken voor, hè. Dan hebben we de bekken voor. Ja. Hoe weet meel rond? Die komt er zeker in. Nee. Geen karnemelk wat ik op de radio wil je bekamen. Nee, buttermelk heb ik. Buttermelk. Ik kon op dat wel niet opkomen. Hey, maar wie lang zingt ze al bij Bokes Kook? Ja, wat is het jongen? Vanaf 2010 ze gaat. We zijn eigenlijk begonnen met een Hans Baas toen prins in 2010, 11. En we hebben eigenlijk een nummer gemaakt voor, met de opkomst met de prins. 2012 volgende Negersprins. Waar je toen weer een nummer. En dus is het eigenlijk gegroeid. Van ieder jaar een Barcelona's nummer. En ja, zo is het eigenlijk verder gegaan. Leuk. En ik heb nu pas een nieuw nummer uit, hè? Een nieuw nummer? Ja, want Carmen, we willen hier een nieuw. Dat zijn meestal mijn covers, maar ook een nieuw. En onze grote mannen, dat schrift, hè?
ik hou heel erg van teksten en hij schrijft die gewoon fantastisch. We doen dit jaar weer aan het CMC met. Dat is toevallig dit jaar een elf. 13 januari mensen. En je weet moet genoeg wat je op moet stemmen, dat ding eraan. Hebben we nu genoeg reclame gemaakt? De veel nog gaat leuk zijn voor Bokus Kookwiet. Ik heb er helemaal niks van verstaan, dat is zo'n kabaling. Maar joh, maar ik zeg. Zullen we nog het leukste van Bokenskook vertellen dan tot slot? Ja, wat wil ze huren van ons? Ik bedoel, ja, wie leuk het is, wat het uit voor de carnavalskimmels in Nuenen. Ja, ik weet, Nuenen is heel trots op ons. Dat weten we, dat hebben ze ook laten weten. En wij zullen er alles doen om ook Nuenen zo'n klein dorpje op de kaart te zetten. En als ze dan hier kijkt vanavond, wat die in het sfeertje hangt, meer kent ze als artiest niet winsten. Ja, want je hebt definitief de gunfactor, hè? Absoluut, absoluut, dat sowieso. En dat is ook wat het voor thuis. En dat is het allerbelangrijkste. Laat me lekker genieten. Dat moeten de mensen nooit vergeten. Genieten is zo belangrijk in het leven. En dat zien wij vanavond aan doen. Hey, heb ze ook al een beetje last van carnavalskribbels? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik met carnaval moet werken, hoogstwaarschijnlijk. Maar een pilsje met carnaval gaat er zeker in, ja. Mm-hmm. Zeker. En de bus is speciaal voor Bokus Kook vanavond? Ja, ik ben hier speciaal om de vriend van mijn mam te steunen. En die is lid van Bokus Kook. En ik ben ook met het cover Elvik, nee wacht, bij TV 11 voor dat toen, meen ik. Ja. En ze zijn voor de her geweest en dat vond ik vond het echt leuk. Ik vond het echt gewoon een leuke, spontane band, gewoon een leuke sfeer. Zeker, en dat is natuurlijk ook een heel klein beetje, ja, dat ze er toch al gaat vanaf is, omdat de vriend van die mam erin zingt. Ja, 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 ik weet er niet heel veel vanaf, maar ik vind het gewoon wel leuk om te zien. En ik vind het ook chic, het er heel veel plezier in. Mm-hmm. En vind ik geweldig, mm-hmm. Vind ik geweldig. Geen om de sfeer, of niet? Ja, de sfeer is altijd, bij Bokus Kook is de sfeer altijd goed. Ja. Hebben ze zelf ook al een soort Bokus Kook gebakken? Nee. Ik weet ook bij God niet wat het is. Ik weet het niet, maar ik heb nog nooit. Ja, nee, ik weet het niet. Toch leuk dat ze zo eerlijk bent. Ja, eerlijkheid wordt gewaardeerd, hè. Wie vond je het eigenlijk? Ik vond Sjoen, ja. Word je ook een beetje trots op je zoon? Ontzettend. Op alle kinderen ben ik trots. En kleinkinderen ook. Ja. Want ik vond ook dat ze. Ja, ze hebben gewoon het hartstikke leuk gedaan, hè. Ja, ik hoop dat ze met wat ze nou gedaan hebben, het meer succes kan krijgen. Ja, ik vind dat verdienen ze. Zeker weten. Ja. Zeg, en ons programma dat heet Carnavalskribbels. Wie is het met die vernug als ik vragen mag? Heb je al carnavalskribbels? Die zijn een beetje over. Weet je wat ik heb, Carmen? Ja. Voetbalkribbels. Oh, dat is ook goed. Die zijn ook goed. Maar ik gewoon wel naar optocht te kijken. Dat doe ik wel.